Rustig, Veendam. Nog één keer komen ze samen, de supporters van Sportclub Veendam. Samen hebben ze lief en leed gedeeld in de afgelopen jaren dat er betaald voetbal werd gespeeld aan de Lange Leegte. Nu ook een doorstart in het amateurvoetbal definitief van de baan is, resteren alleen nog maar de herinneringen. Dat is moeilijk. De komende tijd blijft er ook even moeilijk, maar ja, je gaat zomaar niet naar een andere club of zo. Dus het blijft er een Lange Leegte deze tijd. Moet je heen als Veendam supporter met je supportersgevoelens? Een andere club is er eigenlijk niet, hè? Nee. Nee, Emmen of Solo is voor mij geen optie. Dus nou ja, dan zien we dan wel. Dit moet eerst een beetje verwerkt worden. En dat heeft even tijd nodig. En dan zien we wel weer. De bedoeling is eigenlijk om nog een keer het veld op te gaan. Om nog beter afscheid te kunnen nemen. Een kleine politiemacht weet dat te voorkomen. Dat had wel misschien in overleg met de gemeente gekund. Maar goed, toen we hier al kwamen, zagen we heel veel politie staan. En toen wist ik al wel genoeg dat. Daar moet er verder niet op ingaan. Dit is ook een spontane actie, hè? Ja, zeker. Hele spontane actie. En daar moet je geen nadigheid bij halen. Daar heb je niks aan. Dat moet gewoon zo laten en met elkaar afscheid nemen. Wat er de komende tijd met het stadion gaat gebeuren is nog onzeker. De gemeente Veendam, die eigenaar is, heeft daar al wel een aantal ideeën over. Maar die moeten nog uitgewerkt worden.